Gaan we napraten over de wedstrijd. Ja, die wat mij betreft maar geen wedstrijd wilde worden, een derby. Wat nooit een derby werd, Henry. Nou, ik vond het wel een derby. Maar zeker het laatste half uur. Want op papier was misschien een derby. Ja, nou oké. Okay, ja. Het ligt er maar aan wat jij onder een derby verstaat. Maar goed, dan... Vertel wat het is. Nee, laten we nou napraten over de wedstrijd maar. Ja, een wedstrijd die niet op gang wilde komen. Nou, in de start had Nunspeet natuurlijk met alle lange ballen achter onze verdediging het eerste kwartier was voor hun. Dat klopt. We hadden moeite om die ballen op een juiste manier te verwerken en daar een goed vervolg aan te geven. Maar ik denk na een kwartier dat wij toch wel aan het voetballen zijn toegekomen. Waarbij het laatste stukje tot aan de 16, dat wordt een stuk moeilijker bij ons, want daar komen we wat tekort. Het is een hele jonge ploeg die vandaag in het veld stond. Met Martijn, die is 18 jaar. We hebben Edwin Dekker, die is 20 jaar. Dat zijn allemaal hele jonge broekjes, zeg maar, die op eerste klasniveau voetballen. En dan kun je voor sommige momenten, is dat hartstikke prettig om mee te spelen, omdat ze blijven gaan. Maar op sommige momenten komen ze ook wel eens wat tekort. Ik denk van de eerste helft hebben wij, denk ik, na het kwartier van Nunspeet, we hebben druk gehouden op de opbouw van Erwin. Daar kwamen ze niet uit. De keeper moest veel lang trappen. Dus dat was ook de bedoeling. Dat is prima uitgevoerd. En nou ja, na de rust heeft Erwin misschien een verhaal. Ja, dat denk ik ook wel. Maar Erwin heeft misschien ook nog wel een verhaal over de eerste helft, Erwin. Want ja, Nunspeet had een beetje het idee dat de beleving ontbrak. Kijkend naar de wedstrijd van vorige week tegen CSV Apeldoorn. We hebben er gisteren ook nog uitgebreid over gesproken. Is dat dan de opmaat voor de wedstrijd van vanmiddag? Ik heb het gemist. Ja, we zeiden vooraf tegen elkaar, we doen een analyse van een minuutje, maar dat redden we dus al niet. Nee, ik heb de vraag iets langer gehouden. Ja, nee, we hadden absoluut een andere verwachting. Kijk, het eerste kwartier, wat Henry mooi aangeeft, komen we een paar keer de ruimte achter de laatste linie. Maar ja, we hebben het niveau van vorige week niet gehaald. Dat is ook een verdienste van Hieren, die hoog druk uit bleef oefenen. We kwamen voetballend er niet uit. Marcelo vorige week daarin heersend. In combinaties met, nou ja, weet je, we hadden de tweede bal niet. Bal op Job alleen maar lang. Ongelukkig in de verwerking. Dus nee, de eerste helft absoluut niet zoals we gehoopt en verwacht hadden. Ja, en dan valt die bal een keertje op de lat. En dan staat iedereen stokstijf stil. Van, wat gebeurt er nou eigenlijk? Nou ja, kijk, als je bij Vlagen het voetballen niet kunt, dan moet je gokken en inzetten op een paar spellenvattingen. En daar hebben we twee mogelijkheden voor gehad. En die ene bal wat jij op doelt, een voorzet van Job of een vrije bal. En dat Giel hem op de lat kopt. Ja, nou ja, goed, de tweede helft staat hier er wel goed. Dat het vier man omheen staat. Wij reageerden er niet op. Nou ja, goed, is dat pech? Is dat niet afdwingen? Nou ja, goed, Giel moet hem gewoon in één keer erin kopen. Ja, maar goed, dat zagen we vorige week ook. Maar nu blijven er gewoon drie man stokstijf staan. Er gebeurt gewoon niks. Wat was dat dan? Ja, als jij daar het antwoord op weet, dan geef ik hem ook. Ik weet het niet. Ja, maar ik ben geen trainer. Ja, nou, ik ook niet. Henry, heb jij het antwoord daarop dan misschien? Waarop? Op dat moment dat jullie het wel afmaken en dat Nunspeet het niet afmaakt? Geluk. Als je een bal van 30 meter op de paal schiet en hij valt toevallig voor een goed been en je scoort, dan heb je geluk. Ik bedoel, het is geen kunde. Dus en het feit dat de bal op de lat valt in de eerste helft, daar moet je ook, is ook geluk of pech. Want het zijn geen uitgespeelde kansen van kwaliteit, maar het is een gedurfde vrije trap. Fantastische vrije trap, hard geschoten. Maar daar moet je ook een beetje geluk bij hebben. Dus een gelukkige goal. En daarna denk ik dat we eigenlijk moeten uitlopen naar 2-0. Want Nuns werd ons even een beetje spoor kwijt. Dani, onze rechtsbuiten, was wel behoorlijk onderweg. En als we daar wat beter en wat rustiger omgaan met de bal die voor de goal komt, dan moeten we de wedstrijd beslissen. En dan zie je dat we dat niet doen, omdat we voorin wat kwaliteit tekort hebben. Ja, je brengt dan nog wat wissels aan. Je houdt veel man achter de bal. Uiteindelijk koester je natuurlijk die drie punten, maar valt toch die tegentreffer. Nou ja, het is natuurlijk de kunst op het moment dat je voorstaat, dat hoe langer je zelf de bal hebt, hoe minder de tegenstander kan scoren. En wij blijven op het moment dat wij vanuit de lange bal van Nunspeet de bal onderscheppen en de bal op het middenveld krijgen, zijn er te veel mensen bij ons, spelers, die de bal gewoon weer op een of andere manier met een risicovolle bal inleveren of die slechte controle hebben. Maar als je dan op dat moment het middenveld blijft voetballen, zijkant aanspeelt en je kunt gewoon in balbezit blijven, dan is er niks aan de hand. Maar als je de tegenstander steeds lucht geeft door de ballen naar de verkeerde kleur te schieten, want dat gebeurt heel vaak bij ons, te vaak,
Krijg je een boel duels. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik een aantal duels heb gezien waarvan ik denk van scheidsrechter, waar fluit je nou eigenlijk voor? Ik wil niet de scheidsrechter afvallen, maar op het moment dat de scheidsrechter fluit tegen hier, dan is meteen weer die hoge bal richting het centrum en dan begint het verhaal weer opnieuw. En uiteindelijk is dat een repeterend verhaal geworden. En dan kun je alleen maar naar jezelf kijken als ploeg. Wat moeten wij in de tweede helft doen als we 1-0 voorkomen? We moeten de bal houden en dat hebben we niet goed gedaan. Uiteindelijk valt dan toch die 1-1, pas in de 88ste minuut. Maar had je eerder al het gevoel van, ja, gaat dit nog goed komen? Nou, we waren beide wel rustig. Dat je zegt van, joh, maar net wat Henry heel mooi aangeeft. Voor ons was dat de tweede helft ook. Waar liggen de ruimtes en de mogelijkheden? Dat was via de zijkanten. En die konden we heel moeilijk fatsoenlijk in de voeten aanspelen. We wisten door Jonathan, want je weet, die heeft goede individuele actie. Zowel binnendoor als buitenom. Ja, die heeft eigenlijk geen één keer een individuele actie kunnen maken. En was daarin eigenlijk ongelukkig. Job komt er wel een aantal keren doorheen. Ja, eigenlijk krijgen we een mogelijkheid dat Marco de Vries een bal inbrengt. Waarbij Nick in mijn optiek het gevoel heeft van die kan ik achter laten gaan. Dat Job achter hem tevoorschijn komt. Ja, die zegt, joh, ik heb alle tijd om een brief te schrijven. Dus die kan ik nog controleren, maar hij kopt hem ineens. Ja, is dat een uitgespeelde kans? Nee, absoluut niet. Maar dat waren de spaarzame mogelijkheden voor ons. Wij hebben ook aanvallend te weinig gebracht vandaag. Ja, achteraf zul je blij zijn toch met dat ene puntje. Maar in die slotfase kan het ineens wel, hè, die beleving, die wedstrijd ervan maken. Dan is blijkbaar die nervositeit, die spanning er ineens af. En dan kan het wel, hè, die druk zetten en houden. Nou ja, de druk zetten hadden we de tweede helft ook afgesproken. De eerste helft hadden we bewust gekozen van na een kwartier, we zakken wat meer in de kopcirkel. In de rust ook afgedongen met elkaar van jongens, we gaan meer pressing erop zetten. We willen alles afjagen, ja, om meer in de duels te komen. Nou, daarop wissel je met name ook Marcelo voor een Lucas. Of andersom, Lucas voor een Marcelo. Dat je zegt van nou, op die manier, nou, dan kwamen we voetballend. We hielden de bal wat langer in de ploeg. Maar waren niet gelukkig in de eindpaas. Met name niet via de zijkanten niet. Ja, dan moet je ook gelijk een beetje het geluk hebben. Vooral als je naarmate de 90 minuten komt. Nou ja, gelukkig dwingen we dat af. Maar zelfs na de 1-1, dan denk je nog van jongens, we bleven 1-1 spelen achterin. Ja, hopelijk valt hij dan een keer goed en dan kan er twee kanten op. Ja. Je koesterde denk ik die 3 punten, maar achteraf tevreden met het resultaat? Nee, natuurlijk niet. Maar het lijkt me tijd om met z'n allen een biertje gaan drinken, want het is een degradatieduel. We hebben allebei zorgen genoeg, zeg maar, als club en als ploeg. En daar zullen we nog wel een tijdje last van hebben, denk ik. Want het is, nogmaals, het is al vaker gehaald, het is een sterke competitie. En wij zitten aan de onderkant van het verhaal. En we moeten zorgen dat we onze kop boven water houden. En als we onze kop boven water houden, kunnen we beter nu een drankje nemen. Vind je ook niet? Ja, en dan volgende week weer van voren aan beginnen. Ja, natuurlijk. Elke wedstrijd is een begin met 0-0. Ja, dat is wel lekker, hè? Dat is wel lekker, hè? Erwin, volgende week go het kamp uit. Ja, nou ja, 0-0 begin je en we gaan gewoon inzetten op een goed resultaat. Het moet volgende week. Oké, dankjewel. Napraat over de wedstrijd. Nunspeet hier, de eindigt vanmiddag hier op de Wildzang in een gelijkspel 1-1.